Ziet u het voor zich dat deze vier mensen met elkaar in één kabinet gaan zitten en de hele dag dezelfde teksten gaan vertellen? Nee. Nou, als dat niet kan, dan moet je het ook niet proberen. Ja, deel 2 van de formatie is begonnen. Ze zijn nu in allerlei hoeken en kamers zijn ze heel stiekem aan het vergaderen, al uren. En dan zitten er allemaal journalisten op de grond aan het wachten totdat er iemand naar buiten komt om ons wat meer duidelijkheid te geven. Maar dat kan nog zo lang duren als waar ze zelf zin in hebben. Hey, 4,5 uur, wat moet er dan worden besproken? Kijk, wij zijn een kleine fractie, maar we hebben ook heel veel beleidsmedewerkers. Dus dat heeft even wat tijd nodig gehad. En de fractie is heel blij. En akkoord? Hoe bent u eruit? Op dit, ja, dat ga ik je nu vertellen. Ja, nee, ik ga naar beneden, dus... maar er is dus een akkoord. Ik heb van me apropos gebracht. Snap ik, maar er is een akkoord. Dat de fractie heel blij is en trots is op dit akkoord. En heel veel BBB-geluid zit erin, waar ze heel blij mee. Zoals? Dat ga ik niet vertellen, maar dat gaat u wel zien straks. Iedereen is positief over de inhoud van het akkoord. Heel lang wilde ik niet meer blijven. Meneer Timmermans, ik sprak u gisteren en toen zei u, ik vind echt wel wat van Plasterk, maar wat dan? Nou ja, radicaal rechts komt in Nederland in het centrum van de macht te staan. Je ziet die andere drie partijen... Nou, mevrouw van der Plas had er überhaupt geen moeite mee. Maar ook die andere twee zijn heel eind opgeschoven in de richting van Wilders. Daarmee komt hij in het centrum van de macht te staan. We krijgen dus echt een PVV-kabinet. En dat vind ik heel zorgelijk. Maar wat? Nou, ik ben dan heel benieuwd om het document te lezen en te kijken hoe ze dan... Hey. Dit is even hoe dit nu gaat. Hey, mevrouw van der Plas. Hallo. Hey, is dit even gezellig? Meneer Timmermans is niet zo heel erg blij met de komst van het kabinet. Dat mag altijd. Dat feliciteren. Natuurlijk, als men een resultaat bereikt. Wat gebeurt er? Ook als ik mij zorgen maak over dat resultaat, is natuurlijk voor de onderhandelaars een felicitatie op zijn plaats. Wel een awkward momentje, hè, daarnet. Ik vond het wel grappig eigenlijk. Ik denk, hey, Frans. Dat leuk. Die staat er ook. Oude bruggenbouwer Frans. Nee, maar hij mag het allemaal zelf weten. Hij mag het allemaal zelf zeggen. Ik vind het helemaal prima. Het is inmiddels 11:30 s'avonds en de VVD is nog steeds niet akkoord gegaan. Er zou eigenlijk nog vanavond een persconferentie plaatsvinden, maar dat gaat ook niet meer door. Dus we pakken hem morgenochtend weer op. Ja, goedemorgen allemaal. Van harte welkom bij de presentatie van het hoofdlijnakkoord. We schrijven geschiedenis vandaag. Dat doen we met elkaar als vier partijen. Een samenwerking waar ik me zeer op verheug. Ik wil graag eerst, net als Geert, de collega's bedanken. Want we hebben nogal een pad afgelegd met elkaar. Maar we staan hier toch. Dames en heren, het is een bijzondere dag vandaag. Omdat we met vier best wel verschillende partijen een nieuw extraparlementair kabinet gaan vormen. Ja, de persconferentie zit erop en alle vier de partijleiders komen eigenlijk best vrolijk en optimistisch over. Ietsje anders dan gisteravond, dus dat is top. Dus dadelijk gaan ze zich hier achter die pilaren verzamelen om de pers één op één te woord te staan. Een soort zwakste schakel. Caroline, allereerst gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Niet geslapen, hoe gaat het? Ja, goed. Ik heb een beetje tranende ogen daardoor, maar... Goed. Ja. Je zegt daarnet van nog niet zo heel lang geleden zat ik hier in mijn eentje in de oppositie en nu zit je in een kabinet. Het is onwerkelijk, hè? Het voelt heel onwerkelijk. Zo had ik het ook niet gepland van, over 3 jaar gaan we lekker een kabinet in. Want dan denk je van, we gaan rustig opbouwen. Maar rust hebben wij eigenlijk nooit gehad. Nee. Dus, Als je nu in een kabinet zit, zorgt er natuurlijk ook voor dat je veel harder gaat worden aangepakt. Je zegt het ministerie van LNV, dat gaan we nu veranderen in LVVN, zodat de naam visserij weer terugkomt. Ja. Even daarnet opgezocht, dat kost 32 miljoen zo'n naamswijziging. Nou, dat is niet zo. Nee? Nee, dat lijkt me sterk. Ik heb het echt net opgezocht. Ja? Oké. Wat als het dus 32 miljoen kost? Wat ga je er dan aan doen? Kijk, we hebben een begroting hier in Nederland van 425 miljard. En als je daar 32 miljoen van pakt, dan heb je het echt over een promillage eigenlijk. Wat belangrijk is, is dat je daarmee wel hoop teruggeeft aan de landbouw. Dat je ook visserij weer noemt, maar dat je ook voedselzekerheid noemt. Hoe kijkt u naar het onderhandelingsakkoord? Ik vind het een mooi akkoord. Ja? Ja. Heel veel mensen zeggen, dit is nou eens echt rechtsbeleid. Waarom is dat niet onder uw beleid gelukt? Ik vind dat er heel veel mooie VVD-punten in zitten. Ja, ik vind het echt mooi. Zoals, noem maar eens één. Nou, ik ga niet het hele akkoord analyseren. Nee, eentje gewoon.
Nee, geen enkele. Maar ik vind het een mooi akkoord. Echt. Bent u blij met de asielmaatregelen? Ik vind het goed. U zei daarnet in uw speech, ik weet niet, we hadden niet verwacht dat we eraan uit zouden komen. Niet altijd. Ja, het was niet makkelijk 5 maanden lang. En dat is bij een onderhandeling nooit, want je zit toch altijd met partijen die precies hetzelfde vinden als jij. Anders waren ze wel onderdeel van jouw partij. Maar we zijn gewoon hele verschillende partijen, hele verschillende mensen. Maar is dit transparant zijn of is dit al een signaal geven aan heel Nederland van joh jongens, hoop er maar niet te veel op dat het stabiel wordt? Nee, maar als ik ga echt alles aan doen, laat ik het zo zeggen, voor een stabiel landsbestuur. Dat is cruciaal voor Nederland. Maar kan dat dan met 4 zulke verschillende types, als u het daarnet zelf al aangeeft? Dat gaan we zien. Ik weet dat wij dat in ieder geval vanuit de VVD kunnen leveren. En zo zullen wij er ook in zitten. Hallo meneer Wilders. Hallo. Allereerst, hallo. Gefeliciteerd. Ja. Hartstikke bedankt. Hoe voelt u zich nu? Nou, hier staat een heel blij mens. Heel veel mensen hebben het natuurlijk altijd over uw beveiliging. Van dat u uw hele leven eigenlijk heeft moeten opgeven voor uw idealen. Is dit dan ergens ook een soort van fijn gevoel? Van nou ja, hè, ik doe het toch nog ergens voor. Ook, dat speelt, is zeker voor mij ook een goed gevoel. Maar het is vooral een goed gevoel voor al die Nederlanders. Vergeet u niet, we hebben bijna 2,5 miljoen mensen op de PVV gestemd. En ja, die mensen die geven ook waar voor je geld. Het is makkelijker om compromisloos de oppositie in te gaan. We hebben nu onderhandeld, we hebben ook pijn moeten lijden. We hebben ook concessies moeten doen, we hebben ook een hele hoop binnengekregen. En ja, met een compromis wat denk ik, waar heel veel Nederlanders juichend voor op de bank staan, zullen we het nou doen en verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat denk ik ook inderdaad, want dat kopvolle taksen en zo, dat zit er nu allemaal echt niet meer in, hè? Het zijn van de leider van de grootste oppositiepartij is een ander vak dan het zijn. Niet meer roepen, nu beleid maken. Van de grootste regeringspartij. Maar ergens blijf ik toch ook altijd wel mezelf van. Het is een tumultueuze formatie geweest. U bent vaak weggezet als lastig, emotioneel. Jesielges heeft vanochtend nog gezegd van ja, het was geen garantie dat we eruit komen. Geert Wilders is boos weggelopen. Ja, hoe stabiel gaan jullie zijn? Joh, je hebt hier te maken met 4 eigen gereide politici die staan voor hun idealen, ieder op een eigen manier. En daarom hebben wij als NS, als Nieuw Sociaal Contract, vanaf het begin gezegd, de enige manier om iets stabiels te maken is een kabinet op afstand. Want ik weet niet of u zich nog kunt herinneren, alle kabinetten met Rutte, dan gingen alle partijleiders in het kabinet zitten. En in het kabinet hebben we in Nederland in het staatsrecht dat je met één mond spreekt. Dus dat betekent dat al die politici precies hetzelfde verhaal moesten vertellen, want anders kun je in de Kamer vragen waarom zegt u A en u B. Ziet u het voor zich dat deze 4 mensen met elkaar in 1 kabinet gaan zitten en de hele dag dezelfde teksten gaan vertellen? Nee. Nou, als dat niet kan, dan moet je het ook niet proberen. En of dat een risico is en of we 100% zeker weten dat het goed gaat en of we 100% zeker weten dat alle beleid gaat slagen? Nee. Dan de vorm van dit kabinet, extra parlementair. Hoe gaat dat er nou concreet uitzien? Nou, we hebben in ieder geval nu een hoofdlijnenakkoord. Dat is bij sommige paragrafen iets beter gelukt dan andere. Maar het is in ieder geval een kort stuk geworden waarbij we heel 25 kantjes. Heel van het kabinet gaan overlaten. Nu is het zaak voor ons om na het debat volgende week aan de slag te gaan met, we hebben gezegd, 50% van de mensen kan direct uit de politiek, uit de fracties en 50% uit het maatschappelijk veld. Ja, en de formateur is normaal gesproken de minister-president. Ja. Maar dat weten we nu nog steeds niet. Ik bedoel, ik heb dit nu al 30 keer aan jullie gevraagd en jullie zeggen continu, ik laat het aan de heer Wilders en dat komt later. Maar wanneer is dat latere moment dan? Want ik vind wel dat Nederland verdient om te weten wie hun volgende premier is. Vind ik ook. Helemaal mee eens. En ik denk net na het weekend. Dat is wat ik nu heb begrepen. Okay, dus maandag. Dat hoop ik. Spannend. Maar de heer Wilders. Dus plasterk zien we maandag. Na het weekend. Gaan jullie heel groots en dramatisch aankondigen. Na het weekend. En hier is hij. Na het weekend. Ik kan me voorstellen dat u ontzettend trots bent op uzelf. Dat is de laatste vraag overigens. Want ja, het nieuw sociaal contract bestaat net. Ja. U zit nu al in een kabinet. U heeft gekregen wat u wilde als het gaat over de vorm van het kabinet, namelijk extra parlementair. Bestaanszekerheid, arbeidsmigratie, wetsvoorstellen weer beter langs de grondwet leggen. Ik bedoel, chapeau. Dankjewel. We zoeken eigenlijk nog voorlichters bij onze partij, dus je bent van harte welkom. Ik pas. Dit vind ik een fijnere rol. Nou jongens, drink lekker die kopje koffie op. Goed gezien dat we belangrijk vinden dat we de onafhankelijke pers handhaven. Dus dit was een grapje wat ik zei. Dus iedereen die zei, jongens, weg met de NPO. Daarvoor hebben we gezegd, dat gaan we niet doen. Dus mijn dank is groot. Nee, daar hoef je ons niet voor te bedanken. Blijf ons vooral hele lastige vragen stellen. Dat is namelijk jullie kernrol. Wie wordt de nieuwe premier? Nee, die vraag moest je aan Geert Wilders stellen. Nou, net niet die vraag. Okay, nou, ga ik daar weer heen.
Dank u wel, meneer Onze. Dan de allerlaatste vraag. U zei Nederland wordt weer van ons. Van wie was de Nederlanders eerst? Nou, dat bedoel ik dat Nederlanders soms werden achtergesteld. Dat bedoel ik met die uitspraak. En we zien nu bijvoorbeeld, ik ben ontzettend trots daarop, dat we voor elkaar hebben gekregen met z'n vieren om af te spreken dat bijvoorbeeld die asielzoekers met een vergunning, de zogenaamde statushouders, die in Nederland voorrang kregen vanwege hun status, asielzijnschap, op bijvoorbeeld sociale huurwoningen. Nou, dat verdwijnt nu, dus die krijgen geen voorrang meer. Dus daar profiteren de Nederlanders van. Dus ik vind dat die discriminatie van Nederlanders, en dit was daar een voorbeeld van, weg moet. En ik ben ontzettend trots. Ik denk dat heel veel mensen zich daar helemaal blauw aan ergerden. Dat voorrang voor die mensen, dat dat nu verdwijnen. Dat die Nederlanders gewoon weer een plekje krijgen. Dank u wel. Lieve kijkers, super bedankt voor het kijken. Maar zonder betalende leden kunnen wij helaas niet bestaan. Dus klik heel even op de link in de beschrijving en steun ons. Dank je wel.